Oké, de kinderen leren Arabisch. Ik heb een zalmhaas eten. Ik weet niet of dat een beetje raar is als juf zijn om zo'n foto te plaatsen. Dat wil ik niet. Het wordt echt een perfect leven. Jammer zeg. Ik ben benieuwd wat mensen hierover gaan zeggen. Dit is helemaal Charlotte. Heel benieuwd hoe deze staat. Heb je zeg maar mijn figuur en zo? Cool hè? Cool. Ja, Heineken gaat je nu 800 euro betalen. Hi. Kijk jongens, we zitten dus weer bij... Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik was vergeten te openen, dus ik open even in de klas. Nog 2 weken, dan is het vakantie. Ik heb heel slecht geslapen. Ik heb een nieuwe mermaid shell earrings in. And I see you. Princess necklace. Nieuwe leopard spots. Bracelet. En dat was het. Ik ben heel moe. Echt vervelend. Ik ging echt op tijd naar bed, maar ik heb gewoon heel slecht geslapen. Jurkjes van de Sena. Ik vind hem super leuk. Ik vind alleen dat dit het een beetje oudbollig maakt. Dat vind ik jammer. Het zou niet zo warm worden vandaag. Ik dacht, ik doe toch maar een jurk aan. Dat is een goede keus. Want het is echt bloedheet. Nou, ik moet gewoon nog even wakker worden. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Lekker frambozen. En die Sweet Eve is echt heel lekker. Oké, de kinderen leren Arabisch. Yes! Bayan Charlotte, dünyanın en güzel, en tatlı ve en güzel öğretmeni. Hallo, ik ben thuis van mijn werk en ik heb sashimi gekocht. Tenminste, zalmhaas. Ziet er niet zo lekker uit. Maar we hebben dit dus heel lang niet gekocht. Dit is heel goed als je behoefte hebt aan sushi en dan zorgen dat je geen sushi gaat eten. Dan kan je beter voor 7 euro een zalmhaasje halen. Hij is een beetje te structuurachtig noemen wij dat, maar wel lekker. Het is eigenlijk helemaal geen hele goede haas, hebben veel beter gehad. Nee, eigenlijk had ik hem liever niet gehad. Hallo, je moet zelf stokjes pakken. Hoe moet doen? Oh, oké, ik moet nog 1 stukje. We hebben veel beter gehad, dus ik had hem liever teruggebracht. Ik heb een zalmhaas eten. Knapperig. Knapperig kan niet. Je eet geen chips. Bobby. Jij bent. Mooi die vloer. Ruben heeft de hele dag orders gemaakt. Dat heb je echt de hele dag gedaan. Voor nog. Even op en zo, niet meer. Waarom doe je dit? Kijk jongens, zo zijn mijn orders aan het doen. Ruben heeft de hele dag orders gedaan. Ik ga ook even eentje doen. Dit is voor Sarah, superleuk. Die heeft ook een paar besteld. Zo ziet het er dus uit als je er een kaart bij bestelt. Zo leuk. Jongens, ik heb het net helemaal op Instagram lopen delen, maar nog helemaal niet hier. Ruben. Hey. Is aan het leren. Hij is al een uur bezig met 2 bestanden. Om mijn video's te editen. Niet omdat ik mijn video's niet meer wil editen, want ik wil het echt nooit uit handen geven. Maar Ruben zie ik niet echt uit. Als uit handen geven of zo. Maar omdat ik het soms gewoon echt niet red. En ik wil gewoon trouw, hoe noem je dat? Dingen zo blijven met mijn video's. Dus hij kan me dan soms helpen. Wat is dat? Dat ben ik op Instagram. Dit is de vloer van de webshop. In ieder geval, nou dat is. Dag Ruben! Ja, niet normaal. Wat is dit? Ik kan nu even de groetjes doen aan de Ruben Edit. Dat is even zeg maar Inception. Even de groetjes aan de Ruben. Ben ik. Aan het editen, zo meteen ben ik zo meteen. Jezelf aan het editen. Zie ik mezelf editen. Terwijl ik aan het editen ben. Ew. Jongens, ik ben Ruben voor het eerst. Jij bent Ruben. Dus waar lach ik zo raar? Ik ga dit nu ook al leren. Ik vind het echt heel erg leuk om het samen te doen. Heel gezellig. Er is net nog iemand die had geen persoonlijke kaart erbij. Ik voel me meteen best schuldig. Dat is een foutje geweest. Het kan ook zijn van die dag dat ik zo druk was dat Ruben ook even ging helpen. Nee. Jeetje, Mina. Oké, nou ik ga slapen. Dag. Goedemorgen jongens, het is vandaag dinsdag. Ik merk dat ik echt aan vakantie toe ben. Ik kan maar heel kort praten, maar ik heb de zilveren ketting aan van mijn shop. De enige zilveren die we hebben waar ik echt gek op ben. Lovely Leopard ketting. Deze armband die staat echt heel erg mooi bij grijs. En voor het eerst dit horloge, want het lukt hem niet om hem te verstellen. Van Mobber. Heel leuk, een kleintje. En de Dino oorbellen, die zijn trouwens, heb ik gisteren in de sale gezet. Want ik merk dat niet heel veel die leuk vinden. Ik vind het wel heel leuk. Ik ga nu heel erg snel naar mijn werk. En het is spijkerbroeken weer. Wat gek als je dan na jurkjes een spijkerbroek aan doet. Dan zit het ineens heel erg lekker strak zo, weet je wel. Maar goed, ik baal heel erg dat ik weinig vlogmateriaal heb. Ik weet dat jullie altijd zeggen dat jullie alles leuk vinden. Maar ik wil en niet alleen maar over mijn shop praten. En verder heb ik gewoon niks. En ik heb het weekend ook niks gedaan. Dat is heel stom, maar binnenkort vakantie en leuk. En jee, dus doei. Jongens, ik kom net thuis uit mijn werk. Dus
zo saai. Ruben heeft dus vandaag de hele dag gewerkt. Hij heeft mijn weekvlog dus bewerkt. Hij is er de hele dag mee bezig geweest. Niet normaal, ik ben heel benieuwd. Hij heeft nog niet de intro en hij heeft nog niet de thumbnail en zo. Maar het scheelt me wel werk. Dus ik ga straks nalopen en zo. We wachten op een pakketje van de groothandel. Want ik heb gisteren zonnebrillen besteld. En die komen vandaag binnen. En het is echt al 5:30. Dus ik weet niet wanneer ze gaan komen. Ik hoop maar wel dat ze komen, Ru. Tussen 2 en 6. Okay. Daar ben ik heel benieuwd naar. Bobby is en Ruben zijn schat gaan doen. Oh! Ik weet dus niet of dat een beetje raar is als juf zijn om zo'n foto te plaatsen. Maar ik vind het altijd zo leuk als mensen in een bikini of zo een foto plaatsen met 2 watermeloenen hier. Maar ik dacht dat het zou leuk zijn met die zonnebrillen voor de shop. Zo'n foto. Borststaaf kan gewoon. Borststaaf zijn gewoon menselijk. Verder, vet leuk. Had ik net mijn eerste gesprek. Waarin je jezelf toevoegt, zeg maar, aan een gesprek. Je hebt gesprek met ouders, dit soort dingen, over bepaalde kinderen. En nu heb ik voor het eerste gesprek gehad met een kind van volgend jaar. En dus de leerkracht van nu. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. En dan heb ik meteen zin in volgend jaar. Dan denk ik, oh, ik ga dit inzetten en dat. En daar heb ik meteen helemaal veel zin in. En we hebben helemaal geen orders meer binnengekregen. Ruben heeft vandaag 1 order gemaakt die nog binnen was gekomen. Oh, 2. En alles, de rest naar de bus gebracht. Dus, heel chill. Ik moet wel zeggen dat het me echt nu al rust geeft, Ruud. Ik kom nu thuis en ik denk gewoon, oké, ik ga straks mijn weekvlog even nalopen, bla bla bla, gewoon relaxed. En moet ik even shop, een showtje nog doen. Ja, shop is geregeld. Wil je het toch zien? Dus ik kan straks, nee, dus ik kan straks gewoon lekker koken. Nee. Nu heb ik ook weer zin om voor je te koken, Ruud. Want nu is dat niet één van de 4000 dingen die ik moet doen. Nee, gek. Ik liet hem struikelen. Ja, dan doe je dat. Niet expres. Wel, nee, wel expres. Gewoon echt pootje. Isa D had een foto zo, dat vond ik ook leuk. Oh. Maar het geeft me echt rust. Ik wil graag mijn weekvlog editen, maar zeg maar, het begin is gewoon heel veel werk. Alles achter elkaar aanplakken. Maandag, dinsdag, woensdag. Alles irritante stukjes eruit knippen. Als je daar geen tijd voor hebt, is het gewoon niet zo chill. Maar ik wil het wel heel graag zelf doen. Dus nu kan ik het alsnog zelf doen. Dus ik ben heel blij. Heb je de hele dag gewerkt? Ja hoor. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dat is vet stom. Dat is leuk. Nee. Oh, er komt wel een normale intro. De muziek moet zachter. Oké, dan mag het. Jeetje, wat lelijk. Lelijkste lettertyp, lelijkste kleur. Oké, wat vinden jullie jongens van Ruben's vleugje Ruben in mijn vlog? Wel leuk, toch? Vind je met deze 2 verschillende kleuren, blauw en Adidas en Puma, dat niet op elkaar kan? Je lijkt gewoon 1 soort vlek nu. Nu heb ik zin om straks lekker zalmpasta voor je te gaan maken. Toch ergens is het toch logisch, jongens, dat ik deed zeg maar gewoon best wel steeds minder. Maar als je dus thuis komt, dan zou ik dus nu om mijn week vroeg editen. Ik moet orders maken. Ik vind het leuk, maar ik heb niet genoeg uren in één dag. Ik heb kattenvoer gehaald. Dus nu ga ik ook lekker naar de supermarkt. Oh, het wordt echt een perfect leven. Dan heb ik lekker gewoon... ik lijk op Voldemort. Lekker gewoon heerlijk. Lekker op mijn werk. Lekker gewoon aan mijn werk. Lekker chill. Maar deze edit is gewoon goed. Je hoeft niet meer te editen. Ik wil even kijken. Ik moet toch wel een introotje maken. Ja, dat introotje alleen, maar dat is ook... Ruben, ik heb Bugles en paarse chips en naturel chips voor gekocht. Maar dat als een muziekje zacht doet, dat hoor ik dan maar bijvoorbeeld niet. Wel? Nee, dat hoor ik niet. Hallo? Nu ga ik zin in. Echt een ding. Ik kan schudden allemaal weer editwerk. Hup, uit. Niet meer leuk, nu moet ik het helemaal gaan afkijken zometeen. Dit was het. Over 6:30. Oh, dit is het horloge leuk zeg. Ik ben meer dan 1,5 uur bezig geweest met mijn weekvlog. Ruud die had nog zeg maar alle dit soort momentjes er nog in. En dat soort dingen. Dus ik heb de hele weekvlog nagelopen. Maar het scheelt dus nog wel veel werk hoor. En dat was de allereerste keer. Dus hij heeft echt goed gedaan. Ik heb dit gekocht. Ik ga dit voor het eerst een keertje gebruiken. En doe ik een zoet uitje. Want zoet uit vind ik zoveel lekkerder. Wat ik er ook heel chill vind is dat... Ik vind dat zo lastig. Dan pel je een ui. Dan heb je zo'n mini uitje. Hier heb je lekker een dikke ui. Dit. Courgette. Bakken. Crème fraîche door. Echte volkoren pasta koken. En dan die zalm. En dan hebben we een heerlijk gerechtje. En zout en peper. Hey, hallo. Charlotte, welkom in de keuken alsjeblieft. Maar ja, leuk naar de achterkant kijken. Zo kook ik. Dan pakken we een plank. Het zou leuk zijn als ik zo zou koken, dan kon ik een beetje koken met jullie. Mijn eerste video's zijn echt wat ik ga koken. Kijk wat een huge ui. Deze ui zijn wel een beetje duur. In verhouding. Nou, in verhouding misschien niet, want ze zijn heel dik. Ik weet niet. Echt, als iemand mij een cadeau wil geven. Ik weet het dus nooit, maar ik wil gewoon goede messen.
er zo klaar mee. Ik vind de tomatenmesjes het chillst te schillen, maar die zijn kwijt. Die zijn dus heel klein, maar dat is tenminste lekker scherp. Kijk, deze uien hebben ook gewoon bijna geen schil. Dat is super chill. Eén laagje. Soms laat de schil van een ui echt niet los en dan haal ik gewoon de bovenste laag van de ui eraf. Laat even weten als jij dat ook doet. Dat zijn echt van die dingen dat je denkt dat je de enige bent die dat doet. Dan heb je een ui. Geen huilen, geen erge stank. Echt helemaal toppie. Het regende vandaag. En nu schijnt de zon en nu ook heel graag in de zon zitten. Maar nu moet ik koken. Anders komt dat er niet van. En als ik dan klaar ben met koken is sowieso de zon weg. Ik snij ui niet heel fijn hoor. Jullie zien echt niks van wat ik doe. Veel succes als jullie met dit editen. Wat ik leuk vind aan gerecht als dit, is dat als je het zeg maar serveert, denk je wel echt van wow, lekker gerecht, maar het is zo simpel. Ik zou het heel leuk vinden, mocht je ook gezonde, gewoon gezond, gewoon prima, niet healthy of zo, gewoon gezond, prima. Gerechten kennen die gewoon lekker makkelijk zijn. Deel ze even met me, hieronder. Zou ik heel leuk vinden. Zien jullie hoe erg gebochel ik heb? Niet leuk meer. Een schildpad. Ruben, ik wil dat je nu een filmpje van een schildpad erin doet. Spaghetti integrale, bron van vijf vezels, source de fibre. Ik ga zo'n mega spaghetti liefhebber, witte spaghetti. Vandaag hadden we vriendenboekjes in de klas en iemand schreef op lievelingseten spaghetti. En ik kreeg honger toen ik het las. Ik ben gek op spaghetti. Echt die slierte, witte. Dus het liefst had ik het echt met deze pasta gegeten. Maar het andere is gewoon veel beter. Als je het vaak eet, dan ben je er ook aan. Ik ben gek op volkoren. Alles wil ik volkoren, behalve mijn pasta. Oh. Best eten. Oh ja. Maar in ieder geval, ik weet... Jongens, ik heb deze trui besteld van Superdry. Bij Zalando. Ik denk dat ik hem niet ga houden. Want hij is 70 euro. Ik dacht, als hij echt geweldig is, mag ik hem van mezelf hebben. Sowieso zou ik hem, zou die maat kleiner moeten. Hij is niet geweldig hebben, maar kijk. Nee, hè? Te groot, hè? Ja, hij is te groot. Maar sowieso, voor 70 euro, nee. Dit kan je echt geweldig staan. Het is van Superdry. Het staat me echt niet. Helemaal niet zelfs. En dit rokje. Dat is wel chill, maar... jammer zeg. Nou ja, scheelt me weer geld. Oh, dat is chill, want ik had het al betaald. Dan krijg ik geld terug. Dat vind ik altijd fijn. Ik ga nu een thumbnail maken dat mensen op deze video gaan klikken. Je hebt trouwens ook een soort thumbnail stukje ertussen. Zit in je video, wil ik eigenlijk niet. Hey jongens, ik ben thuis. Ik weet niet, ik voel me niet lekker. Niet als in dat ik ziek ben hoor, maar ik heb zo'n gigantische hoofdpijn. Ik heb bijna nooit hoofdpijn, ik ben heel erg moe. Komt ook omdat ik een gesprek had, weer hetzelfde als gisteren met een andere leerling. En ik had de tijd dat het afgelopen was opgeschreven. Dus ik dacht, toen werd ik geroepen, dacht ik dat dat pas over 3 kwartier zou beginnen. Dus had ik nog helemaal niet gegeten. En daardoor, heel vaak weet ik echt... Van, oh, ik heb honger. Juist te vaak bijna. Maar nu dacht ik niet. Het ligt daar aan, maar ik denk het wel. Dus we eten nu allebei heel lekker dit meerzadenbrood met vegan mayo, zoutpeper en avocado. Echt super lekker. Het is 5 uur dus. Nou, dat vind ik wel een beetje mijn struggle. Dat ik dus een uur voor het avondeten thuis kom. Eigenlijk kan je er ook gaan koken, maar te veel honger. Dit is heel lekker. Jeetje. Weet je hoe lang wij geen avocado hebben gegeten? Echt... Zeg maar zelf iets met avocado gedaan, 3 kwartier. Vroeger met granaten erbij, want granaten erover. Nou, vind ik te heftig. Sinds een beetje in het nieuws is hoe erg avocado's zijn, merk ik dat ik het dus veel minder koop. Dat is juist het hele punt met vegan mensen. Een avocado kost meer water dan weet ik even niet precies wat, maar veel meer dan dieren, zeg maar. Ja, maar er ligt maar aan waarvoor je vegan bent. Als je vegan bent voor dieren leeft, dan hoeft water niet in te zetten. Ja, dat ben ik. Als je voor het klimaat doet. Mm-hmm. Dan moet je juist geen dierlijk vlees eten. Aan de overkant zit een heel lief vogeltje een nestje te maken van papier. Ja, weet ik. Want hoe minder lang een koe leeft, hoe minder uitstoot. Mm-hmm. Dus bio, of hoe heet het, bio is niet juist zo slecht. Sorry. Moet je juist vlees eten en geen avocado's. Zou je gewoon bio-industrie moeten eten? Daarom, het is maar even wat je stand. Ik ben benieuwd wat mensen hierover gaan zeggen. Het is zo, een biologische koe eet meer gras. Meer dagen buiten, meer metaanuitstoot. Mijn hoofdpijn wordt meteen minder, hè? Had ik gezegd dat het pakket gisteren niet was gekomen. Ik heb de zonnebrillen besteld. Gelukkig was hij er vandaag wel, zeg.
Dan ga ik zo even naar kijken. Ik ben mega benieuwd. En ik heb allemaal bikinis en dingen besteld bij ASOS. En ik heb nu gewoon voor 25 euro die next day delivery gedaan. Ik dacht, ja, ik deed het steeds niet. Dan dacht ik, jeetje, 25 euro bij je order. Maar voor een jaar valt het op zich gewoon mee. Nou, dat was het. Bobby, je past er makkelijk in deze doos. Makkelijk. Ga maar liggen. Je past dus auw. Je past er makkelijk in. Perfecte maat voor jou. Kijk maar. Jij vindt het leuk, hè, webshop? Dan gaat hij hoort wegrennen meestal. Ah, jongens. Dat is nu ietsjes later. Ik heb ook een ASOS pakket. Ik ga geen badpak en bikinis laten zien, maar ik denk jullie vinden het wel heel leuk om te zien. Ik ga even de zonnebrillen laten zien. Geweldig. Deze vind ik echt geweldig, want ik hou er heel erg van bijvoorbeeld met autorijden en zo. Kan ik er niet tegen als het bril donker is. Dus dan is deze top. Dit is helemaal Charlotte. Dit vind ik, Ruud, dit is helemaal mij, hè? Kijk. Ja. Oh, dat is echt helemaal jou. Heel? Even serieus. Dit is helemaal mij. Ik weet zeker dat deze ga ik het meest dragen. Die is zo lekker overdreven. En je ziet het leven echt veel kleuriger in. Dat vind ik ook echt heel leuk. En dan hebben we deze. Ik dacht dat het ook gewoon een beetje een basic. Maar wel met zo'n leuk dierenprintje. Ja. En deze vind ik zo mooi. Maar deze staat maar niet. Maar die vind ik wel te leuk. Omdat ik weet dat heel veel mensen dit wel staat. Dat is deze. Deze is zo leuk voor Insta-foto's. Zo. Beach life. Kijk hoe mooi deze is. Deze voelt echt als een hele dure bril of zo. Ik weet niet waarom. Als een merkbril. In ieder geval, daar ben ik heel blij mee. Maar wat ik ging laten zien, waren dus mijn... Ik heb gisteren dus bij ASOS besteld. En ik ga zeker, nu ik juf ben, al helemaal niet meer geen bikini aan wil laten zien. Maar in mijn vlogs, vakantievlogs, we zijn dus over 2 weken als het goed is al in Frankrijk. Ga ik heus wel laten zien wat ik draag. En ik ga het nu even niet passen, maar ik ga het nu dus even laten zien. Dus dat jullie nu even zien, oh, wat hebben ze besteld? En over 2 weken zie je dan in mijn vlogs terug wat ik heb gehouden en zo. Dit is een badpak. En hij is een beetje rozig, zie ik nu. Dat vind ik heel erg leuk. Want die witte vlekjes zijn lichtroze. Heel benieuwd hoe deze staat. Dan iets dat kan ook heel oma-achtig staan. Dit broekje, ik zie nu al, dat vind ik altijd zo vies dat het zo heel hoog zit. Ik weet niet of dit hem gaat worden. Een kinderbroekje. Dit kan heel leuk zijn. Oh. Wow, dit ziet er echt heel erg duur uit of zo. Heel mooi. Ook op de achterkant. Overigens, dit is zo'n eentje die in de sale is van een merk. Dit ziet er mooi uit en heel stevig. Ik hoop echt dat deze past. Hij is wel heel laag uitgesneden. Leuk. Heel luxe of zo. Dat gaas vind ik nooit zo heel mooi, maar deze kan ook wel leuk zijn. Deze heeft iets minder stevigheid, dat wel. Dit leek me ook een hele leuke. De camera kan dus nu elk moment uitvallen. Dit lijkt me zo cute. Dit is een badpak, maar het lijkt me van voor een beetje zo bikini-achtig. Ik hoop niet dat het net zo mijn vetrolletje is hier. Deze kan heel cute zijn. Ik zie wel dat hij ook wel een beetje een dunne stofje heeft. Ik hoop echt dat deze leuk staat, want dit is nu gewoon helemaal in. Dat vind ik heel erg leuk. Dit heeft een beetje een reptiele printje. Dit is volgens mij gewoon een broekje. Je kan dus mixen en matchen. Dus ze hebben ook een topje erbij. En je kunt ze dus loskopen. Dat vind ik echt ideaal. Oh, nu is hij uitgevallen. Jammer. Goedemorgen, jongens. De zon schijnt nog niet. Ik weet niet of die gaat schijnen vandaag. Maar deze bril, sorry, ik vind hem heel slecht, want hij hangt dus aan de tas, maar. Geeft je echt een heerlijk gevoel in de ochtend. Ik zie het leven veel kleurrijker in. Oh, ik loop echt heel onhandig. Oké, 2. Kijk hoe leuk die is. Nou, zo doe ik elke ochtend. Nou, zo doe ik het toch voor. Donderdag. Terwijl. En vandaag hebben we drama. Ik trouwens wel leuk, de klasmoeder heeft dit gekocht, want er gaan 2 kinderen van school. Maar dit is zoveel werk, we zijn al zo lang bezig om dit vol te krijgen. Dus dat hebben we als afscheid.
En allemaal mooie tekeningen. Hoi jongens. Zo lijkt die bril echt heftig. Op mijn werk ging iedereen er stuk om. Ik vind hem zo leuk. Ik kom uit mijn werk en Ruben gaat vanavond naar La Cubanita. Ik ga niet mee met vrienden. Ik had wel meegekund, maar ik weet niet. Ik was gewoon moe. Nu denk ik, ik kan nog mee. Hij zei, ik kom gewoon maar... Nee. Ik ga lekker chillen. Jongens, ik heb mijn camera op een auto, op mijn eigen auto gezet. En foto's gemaakt. Want ik dacht, ik heb de kerstboom en deze armbandjes en deze bril. En oorbellen. Ik ben zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Want ik ga echt nooit meer een andere bril willen in mijn leven. Ronde brillen zijn de best. Ik vind hem zo leuk. Ik voel me gewoon, ik vind het een soort van Hollywood glasses ofzo. Ik voel me echt helemaal leuk als ik naar mezelf kijk. In love. Ja. Ik ging even naar Nagelsplas, even langs Albert Heijn, heel snel. Ik had nog 5 minuten voordat Ruben weg moest. Die is nu weg. Dus gaan we met de auto naar bussen met onze auto. Wow, ineens kalk ik helemaal in en er zijn 10 orders. Ruben heeft niks kunnen maken gisteren, vandaag. Er waren ineens heel veel orders. Allemaal armbanden. En dat is zoveel werk, want ik vind het dus heel chill om heel veel van dezelfde te maken in één keer. Maar nu hebben we aangeboden dat je op maat kunt laten maken. Dus je weet nooit wat je gaat maken, dus... Allemaal verschillende dingen. Dat is voor mijn hoofd altijd een beetje... Nu dit. En dan weer zo'n centimeter. En dan weer zo. Ik ben liever gewoon... Oké, alles knip, 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 knip. En dan bedel, 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 bedel. Magneet, magneet, magneet. In ieder geval, ik ging postzegels halen. En Ruben ging vorige week al 2 keer. En er waren de hartjes postzegels op. En nu waren ze nog steeds op. Dus ik dacht, ik ga ze wel online bestellen. Maar dan haal ik nummer 2 van deze. Dus sorry als jij deze stomme postzegels op je pakketje hebt. Deze is zo stom. Boeit het jou op wat voor postzegels je hebt? Ik weet niet. Ik vind het er gewoon leuk uitzien. Het zijn allemaal die saaie enveloppen. Ik had het met mijn vriendinnetje over, met Linda. Ik zeg, ik vind het heel jammer. Ik wil niet te bloot op internet vanwege mijn baan. Maar ik vind het heel jammer dat ik daardoor dus... Ik probeer juist voor wat vollere lichamen mijn zoektocht naar dingen te delen. En nu wordt mijn nieuwe zoektocht badpakken en zo. En ik wil juist laten zien van, weet je, met een voller lichaam... Ik ben niet echt heel erg van dat body positivity. Puur omdat ik ben nu wel een beetje in de fase dat ik accepteer dat ik er nu zo uitzie. Maar voor mij is het niet, ik wil er voor altijd zo uit blijven zien. Ik wil wel afvallen, zeg maar. Maar dan zeggen mensen, doe het dan. Het heeft geen haast. Dat is een beetje. Sommige meiden, zoals Veerik en Mila, hebben helemaal geaccepteerd dat ze gewoon voller zijn. Helemaal happy, gelukkig. Gaan er vol voor om dat uit te stralen. Sommige zijn heel onzeker, willen alleen maar afvallen. Ik zit een beetje tussenin. Ik wil wel afvallen. Ik voel me fijner als ik dunner ben. Maar ik ben niet meer in die fase dat ik ongelukkig ben zoals ik eruit zie. Wow, dit is best goed toch, wat ik nu zeg. Dit is echt waar. Dus ik doe er nu alles aan om me zo lekker in mijn vel mogelijk en leuk mogelijk uit te laten zien. Zoals ik er nu uitzie met dit lichaam. En ik hoop ooit wel dunner te zijn. Maar er ligt geen pressure achter. Want daar word ik extreem ongelukkig van. Ik vind dat wel een fijne balans. Dus dan wil ik juist, weet je, ik doe mijn hand er zo voor. Want je ziet echt best wel die borsten zo uit elkaar. En zij zei, ik zou het niet op YouTube waarschijnlijk laten zien. Want sommige kinderen zien hun ouders niet eens bloot en zo. Dus dat is een beetje lastig. Want op het strand zie je natuurlijk ook gewoon... Ik wil gewoon wel dit delen. Dus eigenlijk sta ik er gewoon achter dat ik het in beperkte mate... Dus zonder benen, zonder echt perfect... Niet zo heel mooi met mijn hoofd sexy gaan lopen doen. Of mijn benen erbij en helemaal. Maar even puur het badpak gedeelte met een handje hier eventueel ervoor. Gewoon even toch delen. Want ik vind het toch heel fijn. In ieder geval, dit is een heel mooi dik badpak. Hele dikke stof. Super mooie kwaliteit. Dit is echt net een kledingstuk. En ik ga deze zeker houden, want ik vind hem geweldig. Ik heb op Instagram een foto geplaatst en ik kreeg allemaal van Boomerang. Allemaal berichtjes. Hij is echt heel leuk. Dit broekje, die heb ik vanochtend even snel gepast voor mijn werk. Ik was te benieuwd. Deze ga ik ook houden waarschijnlijk. Hele mooie kleur blauw. Ik weet niet of die nu goed tot z'n recht komt. Een beetje zoals mijn ogen. En die gaat perfect ook zeg maar over mijn navel heen. Mijn navel is echt... mijn navel is mijn grootste onzekerheid. Als iemand ooit mijn navel... Ook soms gaan de kinderen gaan dan knuffelen met mij. En dan gaan ze zo mijn shirt omhoog doen. Nou, ik ga echt gillen. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Dat is echt mijn grootste onzekerheid. Ik heb een hele lelijke navel. Deze is wel heftig, maar ik dacht, ik doe er gewoon bij. Ik heb trouwens dat roze met rode broekje. En dat badpak oranje met 2 delen die aan elkaar vastzitten. In de maat groter besteld. Dus die komen morgen binnen. Ja... Dit vind ik altijd een beetje heftig. Ja, ik hou hier niet zo van. Ik vind het wel mooi. Nee. Buikbedekkend broekje vind ik dit niet zo leuk. Ik ga denk ik ook niet passen. Ik ben ook niet zo van... Dat vind ik dus heel jammer. Een plus size kleding. Ik ben blij dat ik nog met maat 44 de grootste maat van normale kleding ben. Want heel veel shops gaan tegenwoordig tot 44. ASOS gaat zelfs echt tot 46 met de normale lijn.
geweldig bedrijf, vind ik ASOS. Maar als je op plus size zoekt, is het altijd effe, dof en bloemetjes. En ik vind het zo lelijk. Ik vind plus size kleding zo lelijk. Echt waar. En ja, nu gaat iemand waarschijnlijk zeggen, die heb ik niet veel. Sommige kleding zal best wel leuk zijn, maar... Huh? Dit is een ander broekje. Die vind ik wel leuk. Ik vind de meeste plus size kleding gewoon niet leuk. Ik weet niet meer hoe ik hierop kwam. Waarom vind ik deze dan? Omdat er panter in zit, zeker. Deze vind ik dan wel weer leuk. Maar die ziet er wel een beetje strakjes uit. Oké, deze ga ik dan nog even passen. En dat was volgens mij nu alles wat ik wilde zeggen. Oh nee, ik heb er nog één, een witte. Oeh, dit ben ik ook heel benieuwd naar. Ook wel heel diep. Maar dit kan heel cute zijn. En ik kijk net even op de website van H&M. Ik denk, laat ik daar eens kijken. Daar is het zoveel saaier qua aanbod. Ik ga echt naar ASOS. Ik wil echt samenwerken met ASOS voor de rest van mijn leven. Dat gaan ze nooit doen. Maar ASOS is echt geweldig. Dus dat is even een gratis reclame voor ASOS. En heb ik deze aan. Ik ben wel heftig. Jongens, ik echt heel veel badpakken zijn heel leuk. Maar het is gewoon te bloot om te laten zien. Want het hier vooral bloot is. Maar ik wil even zo. Heb je zeg maar moeite met... Heb je zeg maar mijn figuur en zo? Ga naar ASOS, want ik kan echt niet veel laten zien. Maar ik voel me hier echt serieus fijn in, zeg maar. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind wel dat ik er foto's mee kan maken voor Instagram en zo. Maar ik vind het gewoon in een vlog vind ik net een beetje te bloot. Wat wel zo is, het zijn allemaal van die dingen die je borsten zo heel erg naar buiten duwen. Maar heel fijn. En die witte met sterretjes was ook goed. Straks wordt het echt nog kiezen, zeg maar. Ik dacht misschien is er maar één goede, maar het wordt echt nog zo'n... Maar ik had het wel mooier gevonden. Nou had ik het ook van kunnen filmen als het zeg maar zo was geweest. Dat vind ik ook. In plaats van dat het zo helemaal open zit. Hallo jongens, ik ben thuis. Ik doe nooit dingen opnieuw, gaat dat? Ik had dus een pakket bij Somerij laten afleveren, omdat ik bang was, omdat Ruben was niet thuis. Dat het zouden missen, zij bezorgen niet op zaterdag. Het ligt hierachter. Maar het is dus nog niet bezorgd, dus nu moet het irritant. Nu had het gewoon thuis bezorgd kunnen worden en nu moeten we dus helemaal daar naartoe. Dat is best wel irritant. Plus er zitten ook nieuwe roze oorbellen in en zo, dus die hebben mensen nu besteld, want ik heb vandaag de voorraad aangevuld. Dus die moeten we dan ook nog eerst halen voordat we weer kunnen verzenden. Want ik wil op vrijdag altijd verzenden, alles wat er is. Zodat mensen het zaterdag binnen hebben, niet pas volgende week. Dus, dat was het. En er zijn hele leuke nieuwe dingen binnen. Kijk hoe mooi, hier staat love. Ik ben helemaal blij mee. En ik ben kapot. Helemaal kapot, dan weten jullie dat. Jongens, sommige mensen bestellen dus Armand van 16, maar wij snappen echt niet hoe dit op ons pols kan passen. Ruben heeft deze gemaakt, hij is wel vet mooi, kijk. En wat dus heel chill is... De man kwam net van de groothandel. Gewoon van een bezorgbedrijf. En ik zei dus, want ik ging net UPS bellen, want ik wou vragen of het toch hier afgeleverd kon worden. Ik dacht, ik probeer het. Het was heel grappig, want het was een automatische robot. En op dat moment ging de bel en ik zeg, oh, zou het hem toch zijn? Hij zegt, ja, ik krijg pas een melding dat je het daar wil laten afleveren als je er niet bent. Dus ik ben heel blij, want het scheelt echt. Het pakket is 6 kilo. Dus ik ben zo druk, ik ben weer eens helemaal door het dolle. Ik ben het pakket eens aan het uitpakken. En ik ben dus, Nee, ik ben dus zo niet normaal enthousiast. Ik zeg maar tegen Ruben, ik kan wel goed inkopen doen. Want sommige items vind ik nog 10 miljoen keer mooier dan op de shop. Deze bril is echt zo niet normaal mooi. Hij is zo mooi. En ik ben dus helemaal dol gewoon. En Bobby ook natuurlijk. Hè Bobby? Kijk, wat ook gewoon leuk is, dat alles wat binnenkomt... Sorry. Moet ik zelf ook houden. Want ik moet hem ook natuurlijk er foto's mee maken. En het dragen voor de promotie. En omdat ik het gewoon leuk vind. Dus dat kost natuurlijk wel geld. Maar daardoor krijg ik dus de hele tijd nieuwe dingen. Alsof ik de hele tijd aan het winkelen ben. Deze bril vind ik dus heel bijzonder. En ik vind hem echt heel erg duur lijken, zei ik net tegen Ruben. Dit is zo gaaf. En wat ik dus heel, waarom ik dat zeg, is omdat het hier van binnen is hij gewoon zwart. En hier is hij dan mirrored. Maar echt heel tof. En het is dus roze. Maar dat zie je misschien nu niet, omdat ik nu niet in het licht zit. Grappig dat je dat op camera niet zo goed ziet. Het is dus een roze weerspiegeling. Cool hè? Zo cool. En ik zie er niks van. Want soms zie je het ook met je aan de binnenkant.
Die heb jij nog niet gemaakt, hè? Nee. Helemaal verliefd. Ik vind deze echt, denk ik, ja. Ik denk dat dit en die roze, zeg maar, die ik laatst niet zien, die helemaal doorzichtig roze, mijn lievelingsbrillen zijn. Ik hou gewoon, hoe groter, ronder, hoe beter. Kijk, schat, dit is echt iets voor mij, deze bril. Dan doen we eens even een centimeter aan het afnemen. Dit is gewoon Charlotte. En deze is ook nog een beetje niet heel erg opvallend. Ik snap dat sommigen misschien sommigen iets te heftig vinden. Deze is helemaal... Ik denk dat heel veel deze echt heel leuk vinden. Die is iets minder groot. Deze is wel heel cool. Dus ik ben mega blij. En er zijn nog meer mooie nieuwe items. Jongens, ik had dus iets besteld wat er echt net, volgens mij een uur in de groothandel was. En ik heb het meteen besteld. Er is maar eentje van in de shop, omdat het best wel duur is. Dus stel dat het niet verkoopt, wilde ik niet veel risico lopen. Maar dat is dus deze mega mooie, ja, het is niet mijn goede lens, maar de site zie je beter foto's. Mega mooie ketting met hier een leopard erin. En dit is een soort van amulet of medaillon. Kijk, die doe je dus zo om. Zit ook een sluitingje aan hoor. Ik ben echt verliefd toen ik hem in het echt zag. Die maak je dan hier open. Ik vind hem zo mooi. Dan haal je dit eruit. En het is van Vezels. En hier weer op. Nu ruikt het naar niks. Kun je je favoriete parfum spuiten. En dat gaat je dan helemaal opnemen. Dus kijk dan goed van welke parfum wil ik echt naar ruiken. Ook misschien niet een te heftige parfum. Een beetje zomers of zo wat je nu fijn vindt. En die spuit je hier op. En dan doe je hem er weer. Het is echt super vet. Ik vind het zo gaaf. Hij was er ook met ananas en nog meer leuke dingen. Maar ik wil gewoon eerst even weten of jullie het ook zo leuk vinden. Doe hem er weer in. En dan sluit hij echt meteen heel stevig. Het gaat zo nooit zomaar openvallen. En het is dus zo ontworpen dat de geur dan hier wordt doorgelaten. Dus dan hangt hij hier. Dan hangt hij dus hier. Echt super vet. En dan ruik je dus de hele dag naar favoriete parfum. Misschien omdat het heel erg heftig is. Ik vind hem echt super vet. Ik ben verliefd op deze bril. Maar je kunt zo lastig foto's maken. Ik heb wel foto's, maar eigenlijk is een foto binnen echt heel lelijk. En de zon ook. Hey, hallo jongens, het is zaterdag. Het is al 3:30. Ik heb Ruben die was gisteren uit en uitslapen. Ik ook uitslapen. Hij was bij zijn vader werken. Of werken, ergens me helpen sinds 12:00. Echt heel erg lang. Die is zo thuis en dan gaan we naar mijn opa en oma. Spontaan. Omdat, ik doe even af. Oh, hallo ogen. Ik vind het leuk als mijn ogen blauw zijn. Opa. Nou, dat was niet zo leuk nieuws. Ik weet niet of ik dat kan vertellen. Dat hoor ik zo wel of ik dat kan vertellen. Maar daarvoor even daar langs. En ze zijn in Laren, gewoon in Nederland. Dus het is gezellig om daar een keer langs te gaan. Volgens mij is Ruben daar 1 keer geweest toen we net met elkaar gingen. Of misschien wel helemaal niet. Dus. En ik heb vandaag een beetje de sieraden geordend en zo. En gechilled. En even zeg maar alle sieraden die ik zelf draag. Allemaal per soort. Niet per soort, echt per stuk in een zakje gedaan. Dat het niet door elkaar gaat. En dat ik gewoon een tas heb die ik kan meenemen als ik ooit foto's wil maken of zo. Die ook mee op gaat op vakantie. Dus foto's maken voor de website heb ik nu ook mee. Dus ik heb nu ook even... ik denk dat Ruben geen foto's wil maken. Maar ja, het moet wel gewoon voor de shop. Maar ik heb het voor zekerheid even mee. Wat sieraden. En ook nog een ander jurkje. En ik heb dus nu dit jurkje aan. En als ik bremmen is hij nog leuker. Maar hij is dus van Jacqueline de Jonge. Hij was volgens mij €20. Bij Wekan. Dus wel heel erg leuk. En dit tasje van de groothandel waar ik dus bestel. En ik zou het heel leuk vinden om dit te verkopen. Maar het kan niet door de brievenbus. En op dit moment verzuur ik alleen nog per brievenbus. De B-earrings in zilver en maandjes. En voor de rest nog niks. En dus de zonnebril uit mijn shop. Dus het is echt wel mijn lievelings. Dus nu ga ik even wachten. En dan gaan we naar mijn opa in Laren. En heel misschien gaan we daarna nog langs mijn ouders. Omdat we die anders ook niet meer zien voor de vakantie. Dus dan moeten we nog even bekijken of we dat gaan doen. We zijn in Laren. We hadden nog even 10 minuutjes voor we er moeten zijn. Ja, ik ben dus, zei ik laatst ook al volgens mij, ik zou nooit te vroeg komen. Maar het is zulk lekker weer. En ik, vroeger woonden mijn tante en mijn nichtje en zo dus naast mijn opa en oma. Dus we waren daar veel vaker, want dan vierden ze samen. Of dan viel er opa en oma in hun tuin een verjaardag. Dus vandaag ben ik bracht. Ik denk je hoeft er ook niet op. Ja, ga maar weg dan. Ik wil even vierden ze een verjaardag. Maar nu komen we dus nooit meer Laren. Dus ik ben er al zo lang niet geweest. Dus ik wil even wat herinneringen opdoen. Aan vroeger, kijk, zoals hier. Zo mooi. En ik wil even naar de kruidvat, want de redden niet meer om naar Hilversum te gaan. Ik moet echt al 5 weken spullen halen. Kijk. Hallo opa. Hoi. Hoi. Hallo. Opa vindt het leuk om op YouTube te komen. Ja, ik heb een keer op te gaan. Ja. Er zitten hier allemaal hele vieze beesten. Dit is het bierglas die ik gebruikte voor mijn verjaardag. Dat had jij gemaakt. Huh? Ik?
In Sint-Jubel. Oh. Toen we aan het wandelen waren daar, en toen dronken we een biertje. Oh, die foto. Ja. Jeetje, opa. Zit hier die dus... beesten die gaan nu naar de buren. Zit hier dus vol met vliegende mieren. Oma loopt net weg en dan wordt hier helemaal aangevallen. Dus ik ga ze als een gek doodtrappen. Zegt opa, dat zijn onze vrienden. Ja. Maar het zijn hele nare beestjes, want ze... Als je ze dus zo even aanraakt, blijven ze gewoon zitten. Ja, ze bijten niet. Dus ze zijn heel traag. Zag je daar vliegen? Hele plaag. Gezellig, leuke vrienden. Hier ook een helemaal. Allemaal mieren. Heineken heeft toch eigenlijk het lekkerste bier. Promotie. Of Hertog Jan, ik vind het wel lekker. Het komt omdat het allereerste biertje dat ik in mijn leven dronk was een Heineken. Hiervoor krijg je €800 dat je dit zegt. Ja, dat is een goede promotie. We moeten nu even Heineken taggen. Dan kunnen we misschien een campagne eruit slepen. Ja, ik denk zo. Wie gaat mij dan... Heb je dat nu opgenomen? Ja, Heineken gaat je nu €800 betalen. Ja, ik denk het ook wel. Binnen 2 maanden heb je het op je rekening. Ex-Philips-directeur van Heineken. En toen waren we weer thuis en allebei heel moe. Ik heb heel weinig gefilmd. Maar het is ook niet heel erg interessant bij mijn opa en oma om te filmen. We hebben nog even een paar foto's gemaakt. En Ruben heeft ook een bril opgezet, een unisex model. En die staat hem erg goed. Dus voor de rest is er niks voor mannen op de site, maar die bril. Heeft hij hele leuke foto's mee gemaakt. Wow, we zijn echt heel moe. Ik wilde nog lekker bij Loetje gaan eten en leuke dingen doen. Oh, ja, die is misschien nog naar mijn ouders, maar die hadden nog vrienden op bezoek en dan moesten we nog wachten. Blablabla. Dus we hebben uiteindelijk niks gedaan. Dat vond ik heel jammer. Ik wilde heel graag nog iets doen, maar ik ben wel echt kapot. Dus misschien is het wel beter. Goedemorgen jongens. Ik heb de jurkje aan, maar ik draag hem dus bijna nooit omdat hij echt gekrompen is. En ik vind dat zilver hier mooier bij staat, maar ik wil even wat gouden sieraden voor het geval dat Ruben een foto van me wil maken. En ik heb deze nieuw. Ik had er maar een paar bedels van besteld, maar ik niet wist of ik ze leuk vond. Maar ik ga er denk ik wel meer van bestellen. Wat vinden jullie? Rup vindt het kinderachtig. Nu heb ik zeg maar een fruit party. Ik vind het echt heel cute. Maar ik vind het misschien... Ik ga ze misschien toch nu niet in doen, omdat ik het even leuk vind om iets neutralere. Niet te opvallend, omdat ik al zoveel sieraden om heb. Ik heb echt heel veel om. Cactus. Leopard spots. I see you. Mijn horloge. Tijger is nieuw. En... enkelband en zonnebril. Dus ik ga deze even wisselen. Ja. En we gaan even naar Hilversum. Hi. Kijk jongens, we zitten dus weer bij Your Coffee. Waar ik dus met Jiminy en Shannon was. En die had Jiminy me aangeraden toen. Of tenminste, met haar meegegaan. En ik zeg steeds tegen Ruben dat ik hier ook heen wil. En ik heb een homemade ijsje met vers fruit. En Ruben is gelukkig ook al enthousiast. Oké, we hebben een ijsje salade. Ruben heeft deze salade. Hé, hey, ik heb dit gehad. Rustiek. Nou, nu gaan we eten. Oké, ik was weer vergeten af te sluiten. Ik ben hem nu aan het editen. Ik heb de weekvlog weer zelf geëdit hoor, vorige week ook. Dus Rup heeft het nu pas 1 keer zeg maar een deel gedaan. We moeten nog een beetje onze weg erin vinden, want hij heeft het nu ook gewoon te druk. Dus ik heb het nu zelf gedaan. En wij gaan morgen op vakantie. Nu, maar nog niet in de weekvlog, want die loopt ongeveer 2 weken achter. Dus er gaan hele leuke video's aankomen. Ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Doe je even je duimpje omhoog als je hem leuk vond. Ik ben benieuwd hoeveel duimpjes we kunnen halen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe weekvlog. Doei!